vrij snel, moet ik zeggen, hadden we de hele financiering rond. We hebben het niet allemaal uit subsidiegeld kunnen bekostigen, maar we hebben ook voor een deel hebben nog een lening op moeten nemen. Dat hebben we gedaan bij de BNG, de Bank Nederlandse Gemeente. En we hebben daar eigenlijk voor gekozen omdat die toch vrij dicht bij de gemeente staat. En we hebben daar ook wat medewerking van de gemeente gehad, want uiteindelijk moesten hun zich ook wat garant stellen. Nou, dat is ook allemaal goed verlopen. En dus ja, we hebben onze hele financiering, die staat. En daar monitoren we nou op. We hebben vertraging gehad door het stikstofprobleem. Het heeft het hier ook stilgelegen. Daarna kwam PFAS. Dat was ook een ding. En daardoor hebben we toch al met al, hebben denk ik, een half tot drie kwart jaar hebben we vertraging. Maar al met al, want het is toch een flinke investering dit. Ik wil niet allemaal in detail treden, maar we zitten toch wel over iets meer dan een half miljoen. En we kunnen daar goed op sturen. Er zijn plussen ten opzichte van de begroting, maar ook wat minnen. Dus ja. Maar al met al, ik ben er tevreden over. We hebben hele enthousiaste vrijwilligers hier in het park. Die hadden we al voordat de bouw eigenlijk begon. Iedere week kregen we een aantal mensen hier die zeiden, goh, wat gebeurt hier? Nou, dan vertel je wat. En die willen meedoen. En we zitten denk ik nu totaal hier in het park op, zeg maar, met parkvrijwilligers en de bouwvrijwilligers. Waar ook heel veel mensen hier uit de buurt komen en geen lid zijn van de vereniging, maar toch mee willen doen. Zitten we toch op 70, 80 vrijwilligers waar we een beroep op kunnen doen. Zoals het nu uitziet, juli, augustus plannen we de officiële opening. En dan kan het van start gaan hier met alles wat we, alle plannen die we hebben en alle dingen die we willen gaan doen. En dan hebben we, zeg maar, het interieur is dan ook klaar. We hebben de keuken klaar, er zit een horecagelegenheid, komt erin. We zijn nu bezig om met een horecaondernemer, zeg maar, de laatste afspraken te maken, de contracten te tekenen. En die kan dan langzamerhand ook opstarten. En die heeft daar ook heel veel zin in. En die wil ook gebruik maken van de producten uit de moestuin. We hebben fruitbomen staan. Dus al met al, het wordt een fantastisch geheel hier. De gemeente Almelo draagt bij aan de subsidie van de Europese Unie, zeg maar, die hier wordt vergeven. Mm-hmm. Daarom konden ze ook beginnen. Precies. En onderdeel van de financiering is het feit dat ze heel erg veel met vrijwilligers werken. Hè? Dus ze hoeven geen manuren in te kopen. Wat vaak natuurlijk het duurst is bij een bouw. En ja, het feit dat ze dit nu met zoveel vrijwilligers doen. En ik begreep net dat ze al meer dan 2000 manuren erin hebben zitten in de bouw. Ja, is natuurlijk wel schitterend. En dat al die vrijwilligers ook gewoon elke dag opkomen dagen. En hier aan het werk zijn met elkaar. En dat ze op die manier een gebouw neerzetten wat echt wel een verrijking van het Hagenpark is. Ja, is natuurlijk super. Ze kunnen met een gerust hart verder bouwen. En als ze dit weer erbij houden, dan wordt het helemaal mooi.